En dan nu, dames en heren, tijd voor onze allereerste internationale act. Ze groeide uit als dochter van een Hongaarse circusfamilie. En op haar 12e beheerste ze de verschillende acrobatische disciplines en ontdekte ze haar talent voor foodjuggling. Ze volgde een kunstopleiding in Budapest, trad op in Japan, in Frankfurt en ook in het Buglioni Winters Circus. Ze was ook de gast in het gekende tv-programma Le Plus Grand Cabaret du Monde. Dames en heren, mag ik u applaus voor de wondermooie en de sexy en vooral sympathieke Katie Donnert.
Katie Donnert, dames en heren.